Mijn naam is Govert, 18 jaar oud en ik wil alles een keer gedaan hebben. Uit een vliegtuig springen, overnacht in een verlaten mijn, een week zonder geld zitten, alles. Elke woensdag en zondag om 5 uur neem ik jullie mee in een nieuw avontuur. Ik maak video's over de avonturen die ik beleef. Het bezoeken van indrukwekkende locaties zoals leegstaande en achtergelaten gebouwen zal altijd mijn aandacht blijven trekken. Vaak ga ik samen met een aantal vrienden een weekend lang meerdere locaties bezoeken. Vandaag om 10:30 begint zo'n weekend. We vertrekken met de auto naar België, op naar een vakantiepark waar we een appartement gehuurd hebben. Ons avontuur begon bij een verlaten villa met alle spullen er nog in. Daarna gingen we door naar een verlaten fabriek met giftige stoffen. En vanavond gaan we naar een verlaten kerkhof. Spooky. Cemetery of the Insane, een verlaten kerkhof waar zo'n 1700 psychiatrische patiënten begraven liggen. Wanneer je het kerkhof googelt, vliegen je de spookverhalen om je oren. Er schijnt een knuffelbeertje te zijn die telkens op een ander graf gevonden wordt. Veel mensen zeggen dat het knuffelbeertje zichzelf verplaatst. En vannacht gaan wij erheen om uit te zoeken of dat klopt. Nou, we zijn aangekomen bij het park, maar de servicebar die was dus dicht. Super vervelend. We hebben net ook gevraagd aan iemand of er nog een optie is om gewoon in te kunnen checken. Want anders hadden we dus geen appartement vanavond. En dat zou natuurlijk heel erg kut zijn. Maar als het goed is, heeft de sleutel gecheckt. Dus ik denk dat het goed gaat komen. Dus dat is goed. We zijn aangekomen in het appartement. Het ziet er allemaal best goed uit. Het is best groot. We hebben allemaal onze eigen kamer zelfs. We hebben een keukentje. Dus we gaan zo meteen even lekker wat eten maken. En daarna gaan we nog super veel koken. Dat gaat nooit goed komen. Regelmatig. Nee, valt wel mee. Maar ik kan wel koken. Ik ben even lekker aan het koken, zodat we even goed eten en dan kunnen we zo meteen weer door naar locaties. We zitten nog even te kijken welke locaties we gaan bezoeken, want er zijn veel meer dan dat we dachten. Maar heel veel zitten wel echt een uur rijden nog, dus dat moeten we even kijken wat we gaan doen. En laat ik zo weten. Kover. Hey. Wat heb je gedaan? Ik heb het ding ongeluk gesloten. Nou jongens, we gaan nu naar een verlaten kerkhof waar gewoon gekken zijn begraven. Het heet Cemetery of the Insane. Naast dit kerkhof staat ook nog een gesticht, dus waar psychiatrische patiënten in zijn. Dus het is heel erg spooky en het schijnt er ook echt te spoken, dat is het hele zieke. En er schijnt nog ook nog politie te patrouilleren, dus het wordt heel spannend. Ik heb er heel veel zin in. Let's go! Heb je er zin in? Ja man, lekker urbex. Oh wacht, shit, daar zit niet. Oké, lekker naast je urbex, je gaat fucking vet worden natuurlijk. Ja. Awkward! Ja, ben je benieuwd naar het kerkhof of niet? Zeker. Dus let's go. Ah, dit schiet toch niet op. We zijn onderweg naar het verlaten kerkhof. Ik heb er super veel zin in. We zijn er over ongeveer 8 minuutjes. Gelukkig heeft Tekkieni Theo al een keer bezocht. Dus hij weet gelukkig de weg. Dus dat is heel chill. We hoeven niet keilang te zoeken daarna. Dus ik hoop dat we binnen, ja het is nu 7 minuten, dat we binnen een kwartiertje er al lopen. Dus dat is wel zo. Oké, dat valt op zich wel mee. Dus 2 minuten met de auto. Nou, maximaal 10 minuutjes met de voet moeten we nog gaan lopen. En dan zijn we er. Want er is dus politiepatrouille, dus daarom zetten we hier even een stukje van een stukje ver weg even neer. Ik ben heel benieuwd. Doet je internet het al? Nee, zo. Nou, we lopen nu dus richting het kerkhof en het is wel best wel eng, want opeens is het internet heel erg traag. De verbinding is laag. Dus ik hoop dat onze GPS doet hij nog wel. Oh, de GPS doet het nog steeds niet, dus als we straks verdwaald zijn in het bos, dan wordt de weg terugvinden lastig. Maar hier rechts, straks aan de kant, is ook gewoon nu nog een gesticht, wat nu nog werkend is. Ja, dat is gewoon nu nog. Er zitten nu nog gewoon mensen in. Oké, okay, dus hier straks aan de rechterkant een psychiatrische instelling. En dan straks aan de linkerkant ligt het kerkhof van de overleden psychiatrische patiënten. In de bossen zitten wilde everzwijnen. What the fuck? What the fuck? Oké, jongens, jullie zien het niet. Maar daar staat een huisje. We zien alleen een heel licht silhouet van huis. We weten niet wat het is. Oké, jongens, dit is het huis. Auto. Oké, er komt een auto voorbij, jongens. Ik heb mijn licht heel snel uitgedaan. Fucking. En
nadat we de piepende poort achter ons gelaten hadden, zagen we daar toch echt de eerste grafsteen liggen. Hier begint het. Het schijnt hier dus gewoon echt te spoken. Dat maakt het allemaal echt zo eng. Stemmen, serieus. Wat? Hoorde je net stemmen? Oké, okay, Robin hoorde net stemmen van die kant daar. What the fuck? Hoorde je dat? What the fuck, jongens? Voor degenen die het dus niet goed gehoord hebben, we hoorden een soort van gehuil of gejank vanuit het bos of de psychiatrische instelling. In ieder geval die kant. En dat is nou niet echt heel prettig om te horen wanneer je op een kerkhof loopt. En misschien is dat wel veel te stoer gezegd. Ik was eigenlijk gewoon oprecht hartstikke bang. Holy shit. Dit is niet normaal. Wat? Hoor je het, jongens? Jongens? Hoor je dat? Holy shit. Oké, dit is echt heel ziek. Dit bloemetje is ook gewoon al helemaal dood. Besef, heel even. Ja, dat is wel heel ziek, hè? Dat hier een lijken ligt. Ja. Maar met normale begrafenis is dat natuurlijk ook zo, maar hier voelt het nog zieker. Het schijnt iets spoken. En het is hier echt. Dit is niet zomaar een begraafplaats waar het schijnt spoken. Het is echt gewoon de cemetery of the insane. Het is niet zomaar iets. Het gas is hier heel hoog. Dat betekent dat hier al heel lang geen onderhoud is meer gebeurd. Meer gebeurd is. Alsof dat niet tegen de grafsteen is. Ja. Ja. Ja, dat klinkt heel raar, maar het is gewoon zo. Oh, kut. Jongens, ik liep er tegenaan. Ja. Ik ben tegen... Oh, ik heb hem ook aangeraakt. Oh, ik doe nu echt alsof het heel raar is. Het is gewoon steen, alsnog. Het is gewoon... Ze heet die echt ziek uit te spoken. En al die mensen die hier liggen... Het klinkt ook kut. Je kunt hier eigenlijk niet eens over praten. Want ze kunnen niks aan doen, de mensen. Maar ze komen allemaal van een psychiatrische instelling. Maar echt mensen die echt helemaal... Helaas doorgedraaid zijn. Waar ze helemaal niks aan kunnen doen, maar... Toch ja... Niet om respectloos te zijn, maar toch is dat nog net iets... Enger of zo om dan hier te lopen. Het zijn ook gewoon mensen, maar alsnog. Ik weet niet echt hoe ik dat goed kan uitleggen dat het gewoon nog aardig of normaal overkomt, maar toch dat gevoel hier. Ik heb dit hele lege veld, jongens. Overal zijn velden met tientallen grafstenen. Deze staat er hier gewoon eens eentje. 1945 die is in de oorlog gestorven. Zo ziek, hè, dit. Echt gewoon zo eng om hier te lopen. Echt niet normaal. Echt een rotgevoel. Constant heb je van die koude rillingen hier. Maar we zoeken nog een grafsteen waar een teddybeertje op staat. En die schijnt hier te zijn. En dat schijnt echt het engste grafsteen van deze hele begraafplaats te zijn. Dus als we die zouden vinden, zou dat wel echt heel ziek maar zijn. Hij ligt op een grafsteen. Ja, gewoon hier zo op de zijkant. Ik weet niet eens of we hem willen zien. Dat is wel heel eng. Maar wie weet, hè. Het kan wel vet om die. Snap je wat ik bedoel? Wie weet, dat is wel meegenomen. Constant niet te veel met licht schat. Echt constant geluiden uit het bos. Hier is geen weg gehaald. Dat wou ik dus net zeggen. Ik loop dus nu over iets wat weg is gehaald of wat er nooit heeft gestaan. Waar ook. Besef, maat. We weten dat hij al lang weg. Er zijn echt super veel velden. Hier is nog een heel veld. Er zijn allemaal grafstenen nog. Het is best groot. Ja. What the fuck? Gast, het stond er net niet. 100% ik had een foto gemaakt. Het stond er net niet. Huh? Weet zeker. Weet zeker. Ja. Ja, hier zijn we net. Ik hoor weer een gil. Ik zweer, ik hoorde weer een gil. Weer. Hoor dan. Je hoort constant gil uit. Dat is uit de psychiatrische instelling. Kijk die ogen ook. What the fuck. Holy shit. Volgens mij krijg je die binnen hier. Dit is niet normaal. What the fuck. Holy shit. Want die achter legt dat andere gras. Kijk. Wacht. Jongens? Wat fuck? Nee. Zien jullie dit graf hier liggen? Ja, inderdaad.
Die had ik net al aan jullie laten zien. Toen zei ik, oké, super raar. Allemaal normale grafstenen en opeens deze hele kist. Misschien nog wel random. Vanaf toen. Grafstenen. Hé, luister. Koop aan de zijkant. Nee. Nee, er liggen allemaal dingen. Er liggen allemaal stenen in. Nee, is nee, 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 nee. Is dat een bot daar? Daar. Dat daar. Wat ik daar beeld heb. Dus dat is een steen. Ik zal te hopen dat dat een steen is. Eerlijk, is dat een steen of is dat een bot? Kijk dan, op mijn scherm, welke ik bedoel. Zie je die? Dat is een steen, dat is een steen. 100%? Ja, pak hem, durf je hem te pakken? Nee. Hij is helemaal verplaatst ook gaan. En er zit hier ook gewoon een gat tussen. Ja. Deze hele kist is gewoon van zijn plaats afgegaan. Er gebeurt niet zomaar door de grond. Maar we zijn dus toen we net hierheen, zijn we hier zo doorgelopen. Zoals ik precies nu doe. We zijn twee rijen met grafstenen doorgegaan. En we kwamen hier langs. Stond er geen teddybeertje, nu staat hij er gewoon. Ik weet het niet 100% zeker, maar jullie zeggen het toch? Ik heb hem net niet gezien. Oké, we schrikken telkens bij elke auto die iets te langzaam voorbij gaat. Dan denken we van, dit is politiepatrouille. Ja, dus ben je aan het filmen? Gast. What the fuck? Die bomen. Even snel komen. Allemaal spullen uit die boom. Er komen allemaal dingen uit die boom. Er komen allemaal dingen uit die bomen. Doe even normaal. Oké. We zitten dus op de kerkhof waar ik ooit ook eens geweest ben. En dat beheersje stond toen links achter op de graf. En ja, die staat nu dus blijkbaar hier. Maar daarnet was ik hier ook. Ik ben alles doorgelopen. Ik heb die gewoon niet gezien en ineens... Maar staat hier gewoon op niets. Normaal gesproken denk je dan dat is een mythe of zo dat zo'n beertje uit zichzelf gaat verplaatsen. Maar nu we het zelf zien, dan denk je wel van, what the fuck. Oké, jongens, we gaan meteen weer weg. Nadat we dat beertje hebben gezien, denken we echt van, what the fuck. En daarnaast is het gewoon echt met die politiepatrouille. Je weet nooit wanneer ze langskomen. En er rijden al keiveel auto's voorbij die ook van de politie kunnen bellen. Nou, we lopen dus heel snel weer naar de uitgang. Ik heb het hier echt gezien. Ja, jongens, dat was het. Dit was de Cementary of the Insane. Yep, dat was Cementary of the Insane. Een mega zieke locatie. Een avontuur dat ik niet snel ga vergeten. Ons weekend zit er met deze locatie gehad, hebben we er dan ook op. Elke woensdag en zondag om 5 uur 's middags upload ik een avontuur als deze. Dus abonneer je snel. En dan zie ik jou volgende week. Vond jij deze video leuk? Druk dan zeker even op de blauwe duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende video.